Deze highlights worden u aangeboden door Heineken. En hotels.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League. Voor Cancelo. Doorspelen. Even naar achteren en Foden. De Bruyne en binnen. Buitenspel. En gevlagd voor buitenspel. Ja, van Kevin denk ik. Of misschien al voordien die diepgang. Matthijs Reijzer en nu Kevin in de gaten houden. Nee. Net niet. Ik denk het niet. Ik denk dat hij wordt goed. Twee keer moeten ze een lijn trekken. Koppen. Ja, het wordt geteld. Tuurlijk. Doelpunt telt. Het heeft een tijdje geduurd, maar het is logisch ook als je twee keer een lijn moet gaan trekken. Heel nipt. De Bruyne. Oh, mooie bal voor Sterling. Moet even uitwijken. Daardoor de kans voor de verdediger om terug te komen. Overkant gezocht. Verdediger ertussen. En de doelman kwam te kort. Tweede zone, doelman kwam heel even, maar... Oh, die zit erin! In de rebound, Bernardo Silva. 0-2, na goed een kwartier spelen. Ai, 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 Sporting. Prachtige goal, in de drop genomen, onderkant lat. De Bruyne. Meteen door naar Mahrez. Daar zit wel wat in. Stones probeert de oversteek te maken. Mahrez probeert daarvan te profiteren, maar dat lukt niet. Dus toch maar zelf de actie proberen te maken. Dat lukt. Bam. 0-3. Foden. Ja, het gaat zo makkelijk. 100% efficiëntie. Ja. Heet zoiets, hè. Dat is meer dan 100%. Ja. Dat kan natuurlijk niet, Wim. Maar nee, maar het lijkt wel zo. Twee halve kansen maken ze een goal. En dan het eerste doelpunt. Ja, twee keer rentje buiten spel. Maar toch gevalideerd. 0-3. Nu weer naar de buitenkant. Cancelo die durft nog wel eens risico te nemen. Hier is Sterling, schuine hoek. Kap dan nog even. Legt terug voor Silva. 0-4. Tweede goal van Bernardo Silva. Ook hij dus ex-Benfica. En dan via Monaco bij Man City terechtgekomen. Mahrez kan hem misschien voorbrengen. De Bruyne dan maar. Tweede zone, dat is Silva. Niet te geloven, nu scoort hij ook al met de kop. 0-5. En hoe lang zijn we bezig? Geen 5 minuten in de tweede helft. Denk buitenspel. Ja, ja. Wauw. Kijk eens, enthousiast. Omdat het geen 0-5 is. Sterling, dat is trappen. Ja, ja. Jongen, 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 jongen. Alles vliegt erin gewoon weg bij Man City. Dit is niet te schatten. Knappe goal van Raheem Sterling tegen Norwich. Nog goed voor 3 doelpunten. En hier heeft hij zijn goaltje ook te pakken. Zijn derde in deze campagne van de Champions League. In totaal zit hij al aan 24. Ja, nee, en nu zal er geen VAR nodig zijn om te bekijken. Deze vliegt er geweldig in. En ik heb medelijden met deze man.
De Bruyne. Inswinger, verlengd. Zou ook nog bijna binnen gegaan zijn. Er zit een magneet in die goal daar bij Adam. Goed aangesneden natuurlijk, dat wel. Deze highlights werden nu aangeboden door Heineken en Hotels.com. Officiële sponsors van de UEFA Champions League.